30e aflevering van American Truck Simulator. We gaan vandaag weer American Truck Simulator spelen. En zoals jullie zien, hebben wij een truck die naast ons staat, die toevallig gaat meerijden. En dat is toevallig Pietje. Joepie, ik mag meedoen een keer. Yay! Jongens, we gaan vandaag weer ATS spelen. We zitten weer in multiplayer in E2. Oh. En ja, we gaan proberen, zoals ik al eerder in de afleveringen hiervoor ook al gezegd heb, gaan wij proberen de bovenkant van American Truck te ontdekken. Dus we gaan richting Jackpot en dan zo richting de Grand Canyon ook proberen te gaan nog. Dus we gaan eerst wat proberen van boven nog te trekken, te ontdekken, zeg maar. We hebben net het vrachtcentrum weer en ik ga even mijn muziek aanzetten ondertussen. Zo. Ja, boom. Pietje, ik heb een vrachtje naar Truckee. Piet? Pietje? Ja? Heb jij ook een vrachtje naar Truckee? Dat kan ik. Ja, ik heb er eentje door de trailer. Ja, dubbele trailer. Yay. Ik denk niet dat er nog een ander vrachtje is dan een beetje naar boven leidt. Nee, ik denk dat dat een beetje de enige vracht is. Ja, Ukia. Dan kunnen we. Dan rijden we via Eureka. We kunnen kiezen met diesel rijden of met bevroren groenten. We kunnen kiezen. Ik heb bijvoorbeeld groente. De dubbele trailer. Ja. Oké, dan gaan we de dubbele trailer pakken. Hey. Ik was in ATS ook trouwens niet de drie dubbele trailer. Dat ik kon gebruiken? Of ben ik nu mis? Ik kan best dat dan mot is. Wow, trek je nu zoveel sneller op dan nu? Ja. Ik weet niet of dit ook al een goede is, dus. Oeh. Hey, we hebben een medekameraad. Hey. Medetrucker. Hier zie je normaal niet veel mensen in American Truck, dus daarmee dat ik rij. Dat is heel hyped. Ja, je ziet niet veel mensen in American Truck. Dat is jammer. Ja, ik vind dat op zich ook best jammer. Dus daarmee van. Ja. Dus daarmee misschien ook dat minder wordt bekeken in American Truck video's. Omdat je gewoon niet veel. Ja, je hebt niet echt de drukke steden dat je echt. Dus je echt een half uur wachten voordat je daar ergens naartoe kunt. Ik was te ver gereden, jongens. Ik dacht al, oh, nog eentje. Hey! Oh, die persoon stond precies een beetje stil van mij. Die zag van. Oei, die persoon. Oh nee, die dacht. Oh nee, daar heb je die Matthias weer. Ja, ook. Oh, Matthias. Dat zou hier dan moeten zijn? Nee. Oh nee, Minta! Ja, daar rijd ik ook terug. Ik heb verkeerd gereden. Wauw. Oh, wauw. Wat? Hoe moet ik dit gaan doen, maat? Ja. Wat? Jezus.
Staat een truc misschien bovenop? Nee. Omgedraaid. Hoe de fuck moet je dat gaan pakken? Ja, weet je door dit heen. Dat is de eerste keer dat ik eens met dubbele trailer ga rijden, dan merk ik het. Toch? Nee. Is dat de eerste keer dat ik met dubbele trailer ga rijden? Ja, in Amerika Truck Simulator wel. Nee. Ja? Dan heb ik meteen dit al. Hou dan tegen die aan. Ah, joepie. Dat is best wel grappig. Ja, nu ga je trainen nog een keer dansen ook. Nou, Pietje, het gaat lekker. Ja. Ja, je hebt een dolly, dus... Zo fijn, hè, zo'n dolly. Kom. Eerst rijden. Yep. En dolly, oh, succes. Nee. Wel los. Jongens, we gaan de eerste keer via de repair gaan, denk ik. Ja, zo'n gevoel ik ook al. We hebben een beetje schade gereden, Drek. We moeten toch die kant op. Ah nee, toch niet. We moeten die kant er niet op. Maar we kunnen op twee manieren gaan, Pietje. Gaan we anders via dingen gaan? Via Reno? Ja, kan. Voor dan een stukje om, maar oké. Okay. Nee, niet waar, veel repaired niet. Hij wordt nog even langs Reno's, de weet ik weer? Garage. Garage. Kunnen we op zich dan wel doen. Ook meteen die al, als je nog een keer, als je nog een keer mee moet doen en je bent hier rechts, komt meteen in Reno. Wel, mijn bedoeling is toch voor een beetje de bovenkant van ATS te gaan verkennen. Nee, naar onderen met de. Weet ik weer? Met zijn nieuwe DLC die aankomt. Ja, maar ja, als Mexico dan aankomt, ik denk dat die boven de Arizona en naast de bovenkant van Amerika terugkomt, zeg maar. Dat die daar ergens daar gaat komen. De uitbreiding dus. Ja, mijn telefoon zat nog uit. Dus ja, maar mijn bedoeling is nu een beetje de bovenkant te ontdekken, omdat ik vooral van onder al ontdekt heb eigenlijk met ATS. De bovenkant van ATS is nog praktisch nog niet bekend. Met mijn vorige profiel, met mijn vrije tijdsprofiel had ik ATS juist dat. Toen wel. Toen heb ik dat echt wel ontdekt eigenlijk, de bovenkant. Toen zat ik ook met mijn knie in de plaster. Ah, jezus! Toen zat ik ook met mijn knie in de plaster en toen was ik echt eigenlijk van 's morgens tot 's avonds eigenlijk gewoon al aan met op ATS aan het trainen. Toen had ik nog geen euro truc. Toen. Dus ja. Je moet toch één keer de bovenkant ontdekken, hè. Even kijken of het een nieuwe upgrade ergens is. Nope. Geen upgrade beschikbaar. Wat vind je eigenlijk van mijn kleurquiz? Van mijn truc? Volgende keer ook rood. En dat was de vorige keer. Ja, dat is waar. Net als de vorige keer. Oh. Weet niet van mij. Ja, het is een beetje dezelfde, denk ik eigenlijk. Maar juist met witte, dingen. Juist met blauw en zwart. En dat van boven heb je niet gedaan. Die boven, vlam van boven. Die hadden ze niet. Ja. Is het niet bij dit merk, deze. Ik heb ook een heel ander merk.
Ik heb KW en ik heb iets van pop. Ja, je hebt beter beeld en ik heb dingen in. Ja, KW. Oké, Pietje, rij maar. Maar hier kun je ook vliegen, zeg maar, daarmee. Ik wil je niet zien vliegen. Jawel. Het zou wel leuk zijn voor de video als ik zou vliegen. Vorige keer dat ik mij deed? Oh, heerlijk man. Heb je eigenlijk helemaal geen vrachtwagen of Amerika trucks in meetrap voor je bedrijf? Wat hè? Nee, ik weet het, maar dat zou ik een keer als ik een keer live ga streamen. Een keer ga live streamen dat ik een keer een vrachtwagen ga pimpen van Amerika truck. Maar wel mijn profiel van live streamen, daar ga ik ook een beetje moeten houden. Daar ga ik een keer wel moeten opkrikken. Dat is ook een volledig nieuw profiel. Ik weet zelf niet of ik al online kom met dat profiel. Omdat ik daar voor een volledig nieuw profiel. Oh my god. Serieus? Ik ben netjes af van de bocht. En dan komt hij aan nog. Wat schade had je? Te veel. Oh. Nou, ik had 12% schade aan motor, 7% schade aan versnellingsbak, chassis 24, cabine 19 en wielen 3. Jezus. YouTube is veranderd. Even doe ik even 7, nee. Hé, hey, het is een nieuwe trucker! Ah nee, het is nog steeds een blauw duimpje. Nee, het is een zwart duimpje nu. Nee, van de telefoon nog steeds blauw. Ja, van de telefoon, ja, de telefoon is nog altijd blauw inderdaad. En dan hebben alles ook zwart is geworden. Ze moeten dan nog updaten op hun telefoon. Ze zegt weet, oh my god jongens, we zijn nu al 12 minuten bezig en we zijn nog niet vertrokken. Jezus. Ah. Ja, jeetje. Ja, Pietje. Mag weer terug naar de peer. Ik heb hier 36% schade. Hoe dan? Het paalt je niet. Nou, tegen de bepaalde strijden krijg je ook veel schade voor door. Ah, jeetje. Ligt dat aan mij of heb ik dat nou uitstaan? Wodde. Wodde? Oh, niemand doet. Moet het uitstaan? Zo. Schade. Hey, ik kon niemand toeteren. Huh? Als jij toch aan stunteren bent, dan doe ik nog even met de attack. Ja, ga maar door. Rijn een keer door, man. Mijn stomme tanker. Jeetje. Ik heb niet gewoon dachten tijd. Ah, jeetje, we zitten nu al 14 minuten op te nemen en ik ben nog niet in de stad uit. Zo erg is het gewoon al. Nou jongens, ik denk dat ik hiermee wel een tijd. Ik denk dat ik hier wel zo meteen een timelapse ga starten, voor aangezien dat we zo lang al aan het opnemen zijn, ja. Het anders een te lange video zijn.
Ooit nou. Pieter denkt ook van zijn eigen van. Oh, dit neemt snel de bocht. Ja. Dit wordt nog grappig. Oh ja, dat is hier een mutante baan zeker. Wat? Of niet? Dit is lekker sneeuwig. Oh jee. Weet je waar blijft hij? Achter je. Ja, zo 200 meter ben je al. Allee, 150. 115. Ja. Ben dan door als ze zeggen. Ik weet niet hoeveel keer moeten, nog 6 uur. Jongens, ik denk dat ik hier een timer zou starten bij de, ja, bij de volgende bocht. Dan een timelapse gaat starten. Want anders zal de video denk ik ietsje te lang worden. Een ietsje te lang worden, maar. Dus, ja. Eigenlijk nog maar zoveel als ze seconden hebben eigenlijk voor, ja, enkel de stad uit te geraken. Vooral ik dan. Even. Wat hè? Gaan we nou kijken als ze dit, bij jou duurt het zo lang. Nee, ik weet het. We moeten deze bocht nog volgen. En dan daarna start ik een timers, jongens, dus dat ik mee aan de kant kan staan even en een timer startje. Zo. Oh boom. Oes. Zo jongens, ik ga de timer starten. Ik ben zo bij jullie terug. Zoals jullie gezien hebben in Timeless wel. We zijn een klein beetje omgereden, maar ja, dat hadden jullie wel gezien. En we gaan gewoon door nu naar onze bestemming, naar Truke. Dus, let's go! Piep piep, piep 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 piep. Ben ik nu tegen u geknald? Ja. Hoe? Ja, je schaaft een beetje. Ojeeuw, zot! Maat! Idioot! Waar vergis je? Steven, oké. Okay. Ja, Steven enter waarschijnlijk. Ja. Dat is goed. Oké, doorgassen, doorgassen. Ik vind maar niks dat die weg is eigenlijk. Nu zijn het alleen maar truckers dan hier rijden. Mm-hmm.
Ik heb iemand ingehaald dat rechts was. En dan naar links was. Ups. Ja, maar hij heeft ook verkeerd ingevoerd. Ja. Hij zit niet hier. F7 enter. Ja jongens, ik ga gewoon... Ah, het is groen. Ik ging zeggen, ik ga gewoon door rood rijden, maar het is juist groen. Wat? Wat de hel was dat? Wat hè? Doe brandje. Hier heb ik wel stoppen. Rood. Als het niet te lang stil staat natuurlijk. Ik zie nog gebeuren om echt lang stil gaan staan. Ik sta verkeerd voorgevoegd. Helemaal niet. Sorry, ik zweeg. Ja, jeetje, dat is juist rood. Ben je te ver zeker? Ben ik nu weer te ver? Ja. Nee. Ah, nee, toch niet. Ik heb chance. Oh. Wauw, ik heb chance. Ik. Ojo. Oh, van Ril. Gaat die lekker? Ja, heel leuk. Met de vangrail. Is de vangrail nog geel? Ja. Nou, dat is mooi. Ik vind dat echt zo eigenlijk zo slecht als mensen vragen van als ik u zeer heb gedaan en dan vragen is een auto nog geel? Ik vind dat echt zo slecht, hè? Nee, van. Ik ben twee fiets afgevallen. Ligt aan het huilen. En ja. Stel voor je knie bloedt, hè? Stel voor, hè? Let op. En dan vraagt zo iemand: gaat het? Nee, dan zie je toch? Mijn knie ligt open en ik ben aan het huilen. Dan denk ik dat het goed gaat met me. Ja, maar ik vind dat ook zo naar. Niks, wat ik ook veel voren had, dat al. Omdat ik redelijk lang ben, bots ik soms met mijn hoofd tegen de luster aan bij ons in de living. En dan vragen ze meestal van, gaat het? En ik zeg van, ja, is de luster nog geel? Ik zo van, allee, weet het, de luster, dat boeit geen flikker als die kapot is. Dat is echt zo van, ja... Ik vind dat zo mutant eigenlijk. Als ze de vraag van, is dat nog geel? Terwijl hij zelf pijn leidt eigenlijk. Ja. Nou, Pietje, ik denk dat ik een beetje ga stoppen voor u. Ja. Ik denk dat je de vangrail een beetje te hard geknuffeld hebt. Oh. Of je hebt de pepers in die uitlaat gedouwd. Hè? Of je hebt de pepers in die uitlaat gedouwd. Ik heb een extra tubebroek erop zetten, hè. Onder de camion. Ja, zie je. Dat was precies geen slim idee voor in de bocht te gaan zo staan. Ik ging daar straks ook bijna praten tegen die auto, maar met een bak staat uit, dus ik kan niet praten. Oh, mijn staat aan. Heeft hij nooit gezegd? Nee. Ja, dat is het ook. Als jij... Helemaal nooit. Als jij live gaat met Eurotruck. Of tv, je kunt bij. Ja, je mocht doorheen.
Ja, ik ook. Dat is zo, als je een euro druk de bak aan laat staan, dan ga je oren gewoon dood. Want iedereen loopt dat door. Ja, maar dat is al zo. Goed aan het zingen. Dat is al zo. Allee, bij eurotruc, ik zat nooit in een bak aan, omdat echt. Allee, ofwel zijn ze bezig in het Arabisch, ofwel zijn ze bezig in een andere stream. En mijn bak staat ook nog extra luid eigenlijk, dus dan hoorde het nog een keer extra luid, zeg maar. Ja, maar wij altijd deden bij een andere YouTuber was, degene die voorrijdt is niet de YouTuber. Die heeft altijd zijn bakje aanstaan en die communiceert altijd met de anderen. Van dat we, toen reden we met een stuk of 15 man. En dan heb je zonder een pilot, omdat ze niet meer mogen dus. En toen was het toch wel even zo van, ja. Hey, we hebben een trucje ontdekt. Hey, ik ook. Oh, remmen. Oh, groen. Ah, nee. Nu heb je die afvragen, wat ga jij doen? Ja. Nou, probeer maar in te parkeren. Ik zei het u dan nu, dat lukt niet. Ja. Nu waren we moeten van links komen. Ze parkeren nu naast stekken. Ik zei u nu al, dat lukt niet. Dan ga ik even doorrijden naar het bedrijf, als er hier nog een bedrijf is. En daar even parkeren. Nee, daar even draaien. En anders heb ik een klein probleem voor ons, eigenlijk volledig rond. Eens kijken. Ja. Ja, wegversmalling. Meen je dat? Putman kom je tegen, zalig. Is dat mijn bedrijf, een wegversmalling? Oh, dat zijn wel vette. Dat vind ik wel vet. Dat we echt zo helemaal achterin moeten inparkeren. Hier kan ik normaal wel draaien, zeker. Ja, ik kan wel draaien. Ik weet niet hoe jij het hebt gedaan, maar ik sta er al bijna. Ja, kom op, Dolly. Ja, goed zo. Ja, even nog netjes erin rijden. Oh, ik ben eens aan het afkoppelen. Meen je dat nu? Ja. Een rondje gereden over het bedrijf heen. We kunnen daar een rondje rijden? Ja. Over het bedrijf? Ja. Ah, maar ja. Om de parkeerplaats. Maar dan kunnen daar volledig rond gaan met hun truck. Ja? Ja, maar ja, dat wist ik niet hoor. Och ja, de kijkers hebben 5 minuutjes extra of 2 minuutjes extra gezien dan. Ik ben weer al 10 minuten bezig met opnemen. Ah, deze video gaat echt kunnen lang zijn weer. Maat. Maar ja, voor de 35e aflevering mag het wel op zich. Eigenlijk gewoon nou een dikke smoes die na te denken bent daar. Maar hey, oké, hey, ik zeg niks. Ja, meen het. Nu krijg ik een melding, je brandstof is bijna op. Haha. GG. Letterlijk waar ik sta, heb ik hier een rondje gedraaid. Jij ja, bent dat ik het nog niet had kunnen goed te parkeren. Zie, ik sta veel te dicht tegen die muur. Dit wordt grappig. Ja, ik zal mijn best het liedje gebruiken van Benny Hill. Klopt, ik weet niet hoe lang het duurt voor te parkeren. Ja, daar staat ze niet echt netjes in. Dat deert hem ook nog niet. Hoho! Nee, joh! Ja. Nee. Ja, jeetje. Ja, Jesus.
Ja, daar is de muur. Ik ga je niet kunnen draaien ook waarschijnlijk. Ja, over de parkeerplaats heen draaien. Maar hoe dan? Ja, gewoon, let op, kijk, zo. Maar zo kunnen toch hun bochtgebied niet halen? Ik ben toch beter dat ik anders draai? Zo, en dan moet je een keer een beetje zo, en dan kun je en dan moet je hem zo sturen. Ik ga hem anders draaien. Ja, maar dan kan je niet van SpongeBob zelf in doen. Ja, heb ik dat nu eigenlijk gedaan met de vorige aflevering of niet? Van The Versity. Ik niet dat ik zo weet. Ik had die aflevering een keer moeten naar bekijken. Ik had hem erin gestoken in het editing. Maar blijkbaar heeft mijn editingprogramma dat dan niet gezien als opname, zeg maar. Ja, nou, zo heb ik het gedaan dus, Matthias. Ja, maar zo had het wel gemakkelijk. Nou jongens, ja. We zijn er. We zijn er. Na een heel wat struggelige manier. Hé, ik ben bijna level 20. Wajo. Ik ben echt al ver maat met mijn levels weer. Ja, maar weet je wel, dit beetje, je hebt ook een veel kleinere vrachtwagen dan ik. Ik heb een grote vrachtwagen, eigenlijk. Hè. Dat is het ook, hè. Waar zijn je nu naartoe gaan? Aan daar. Nee, waar zijn je nu naartoe gaan? Beetje. Hamburgers halen. Amber, kom. Hé, Amber? Ja, kom maar terug. Wacht, waar ben jij? In de repair. Omdat ik u zie naar de repairs niet rijden. Daarachter zie je dat bocht niet met een heel groot pet hamburgers? Nee. Waar zijn nu? Oh my god, minder dat? Hoe fucking hier? Ja, ik kom erbij van. Maar je kunt er niet met twee staan, hè? Echt wel. Oh, dan een huisje. Hey. Eindig. Zo jongens, we gaan de aflevering afsluiten. We zitten nu samen weer met Pietje en we gaan hamburgers eten nog. Ik heb het dus. We gaan de video afsluiten, jongens. Ik wil jullie allemaal hartstikke bedanken voor het kijken naar deze gloednieuwe aflevering. Vergeet zeker het zwarte duimpje niet te mogen doen en te abonneren natuurlijk. Pietje, voor hoeveel likes gaan we gaan op deze aflevering? 20. Doe normaal getal. Nou jongens, kunnen wij de 20 likes halen deze avond of op deze aflevering? Zou super awesome zijn. En hopelijk zie ik jullie dan allemaal graag de volgende aflevering terug. En zoals ik in de vorige aflevering ook al zeg, laat zeker weten in de reacties of dan jullie de serie willen blijven zien. Of dat ik een andere serie moet starten of zo. Of dat ik deze serie in meerdere op onder 2 weken of zo moet doen. Dus jongens, laat dat zeker een keer achter in de reacties. En hopelijk zie ik jullie allemaal graag de volgende aflevering terug. En dan zeg ik voor nu, bye. Bye.